Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een video maken van Teardown. En we hebben, sorry dat ik een tijdje geen video's heb gemaakt. Dat kwam gewoon door de examens, maar ik heb wel een goed examen, dus ja. Maar we gaan dus vandaag Teardown doen. En Teardown, ja, dat kan je eigenlijk niet echt uitleggen. Alles hier kan kapot. Maar we gaan zo elke video 2 of 3 mods erbij doen. En we beginnen vandaag dus met 3. Maar deze die ga ik er altijd in doen. Maar als ik die mod dan heb geïnstalleerd, blijft die er ook in. Maar tot pagina 5 zijn geen mods. Die krijg gewoon de storyline. Maar dus ja, alles kan kapot. Het is een soort van gewoon een blokkenspel. Maar we hebben dus de physicgun, de lavagun en de pianoval. En de lavagun, die heb ik nog nooit echt gebruikt. Maar ik denk dat die gewoon lava schiet, zeker. Oeh. Oh, dat gaat helemaal zo doorzakken. Oh, dat is wel cool. Want ik ga er ook dingen van in de fik. Nee, dan denk ik niet. Oh, jawel. Maar dan ga ik rap uit doen. Dit is echt satisfying gewoon. Zo. Ik weet niet waarom, maar. Maar anders ga ik ook lag hebben straks. En dit spel kan soms wel eens laggy zijn. Maar dat gaan jullie wel zien bij de mods die verder gaan zijn. Bij de volgende die ik ga downloaden. En de piano valt die zal, ja, waarschijnlijk gewoon piano's gooien. Ja, oh. Oh, die explodeert. Wacht, dat heb ik even afgezet. En je kan als ik nu allebei... Oh, oké. Okay. Maar ik kan ook een paar van deze gewoon eens uittesten. Maar je kan... Oké, okay, dat is gewoon een blowtorch. Daar heb je niet veel aan. Een rocket launcher. Oké, okay, maar dat is niet zo'n goeie. Dit zijn voor, denk ik, bommen. En als je ook al die campaign wapens wilt, maar niet de campaign wil doen, dan ga je gewoon naar options, game. En hier zie je dan unlock all levels en unlock all tools. Maar ik denk, ik weet niet hoe die opblaast, dus dat werkt. Dat werkt zeker. Oké, okay, mijn goal is die toren in te laten zakken. Dus dan beginnen we met dit. Oké, okay, dat is er nog wel aan elkaar. Oh, die mod is laggy. Nee, dat is ook wel normaal. Je bent letterlijk met lava aan het schieten. Oké, okay, ja, dat is wel kapot. Dat hangt niet aan elkaar. Oké, okay, daar hangt niks meer aan elkaar. En die trap. Ah ja, de physicgun heb ik nog niet laten zien. Dat kan dus gewoon dingen vastpakken. En je kunt daarmee gooien. Bijvoorbeeld dit. Ik zet het ietsjes dichterbij. En dan kun je zo up. En dan gaat het weg. We kunnen ook zo deze doorrijden. Laten we eerst dit eens doen. Daar ga ik de lavagun voor pakken. Oké, okay, ik hoop dat hij dan mooi gaat vallen. Maar het hangt hier niks meer aan vast. Nee, zo te zien niet. Oh, jawel. Hangt aan elkaar, ja, voor de zekerheid. Oké. Okay. Ik heb trouwens ook een mod geïnstalleerd waardoor ik kan vliegen. Oh shit, foute kant. Dat gaat laggy zijn. Oh, het valt nog mee. Oh, dat is zo mooi. Altijd leuk om wel eens te doen. Oké, okay, maar nu gaan we toch wel voor deze, want deze lijkt mij veel leuker om te doen. Hier zien dat dat goed kapot is. Zo te zien wel. Maar dan moet dan toch ook wel met deze kunnen gebeuren. Als ik gewoon zo ga doen. Ja, zo te zien niet. Misschien, ah ja, die heeft kabels. Oh.
Oké, nu gaat hij wel kapot. Oh, dat is ook wel laggy. Oké, die kunnen we denk ik wel via onder doen door allemaal van deze bommen te plaatsen. Tenminste, deze. Oh shit, je explodeert vanzelf. Oh, dat zijn maar kleine explosies hoor. Oké, ik hoop dat dat allemaal goed explodeert zometeen. Oké, hier nog wat meer. Normaal zou dat wel moeten connecten. Zakt die in? Hij zakt nog niet in, maar het geeft wel veel lag. En daar is ook allerlei dingen aan het installeren. Kapot aan het gaan. Wat installeren, wat zeg ik nu weer? Pijbommen, die heb ik nog nooit gebruikt. Daar kan ik ook wel veel van gooien, hè. Maar wat ik nu eens op mijn snelste ga klikken? Oké, dat valt nog mee. Auw. Fuck, ik ben dood. Shit. Dat is niet de bedoeling. Trouwens, zoals ik dit eens op die auto doe. Gewoon zo. Dus ik heb wel al TikToks van Teardown. Een paar dan toch. Maar mijn TikTok die doe ik wel in Engels. Ja, die piano die gaat hier niet veel doen natuurlijk. Ja, dit zit er wel goed uit. Ik hoop dat dat niet in de fik schiet. En nu moet dit hier nog in. Gewoon zo. Dit hier moet ook. Zo. Zo. Oké, wat is hier nog aan elkaar? Ik weet niet hoe die nog niet is ingezakt. Wauw, dit moet ik even uitzoeken. Misschien door dit. Aha. Door. Sommige van deze stukjes hangen nog aan elkaar. En daarna moet die toch wel inzakken. Maar wacht. Dit kan toch niet? Maar misschien werkt dit wel beter. Gewoon, wat? Oh, dat zit er al in de fik. Oeps. Dat was niet de bedoeling. Kom op, wat lager. Zo. Oké, ik raak het niet. Ja, zo. En dan zo. Hier nog een paar. Hier nog een paar. Laat ik even stoppen met vliegen. Hup. Hier. Zo. En dit zou moeten werken, hoop ik. Wat is hier dan nog? Ja, hier. Oh, dus die zakt die nu nog niet in. Nu moet het toch wel. Nee. Wacht. Hangt daar nog een... Oh.
dit misschien. Of nee, toch niet. Godverdomme. Hier toch ook niks. Moet ik hier nog wat bommen plaatsen soms? Hoe zak ik in? Ik ben in de war. Ik ben in de war. Deze toren zit hier nu gewoon te vliegen. Oh shit, dat geeft lijk. Maar misschien als ik dat daar even uit doe. Oh, ik ben echt dom. Ik ben echt dom. Oh shit, dat gaat daardoor niet kapot. Dan gebruiken we maar het moeilijke. Ja! Huh? Oh, hij is aan het wiebelen, hij is aan het wiebelen. Misschien nog maar een paar piano's erbij. Meer. Misschien dat die ook exploderen. Kom op. Hoezo niet? Ja, ik geef het op. Ik laat wel iets anders inzakken. Nee, die zakt echt niet in. Zoals dit. Oké, ik snap deze logica eigenlijk niet. Oké, nog eens proberen, hè. Oh shit, oh. Oké. Oh, deze zit vast. Wacht, dat mag niet gebeuren. Ja, nu zakt die wel in. Ja. Dit kan ook wel kapot, hè. Maar ik ga eens iets proberen. Ik heb ook natuurlijk kan zo dingen inspawnen. Er was enemy. Gaat hij dan schieten op mij? Hallo, doet jij iets? Maar laten we even het restart doen. Dan is alles terug heel. En dan kunnen we eens zien wat die enemy. Maar waarschijnlijk is. Ja, weet ik wel wat dat is. Enemy ook. Maar hij deed niks. Hij schoot niet op mij. Maar. Eens even opnieuw proberen. Misschien deze. Nou, ik moet hiermee schieten. Of mag ik niet? Hm? Oké, ik weet niet hoe dat werkt. Ik kan deze wel iets proberen. Ziet er hetzelfde uit? Oké, nee, die werken gewoon. Kan die tegen een rocket launcher? Eigenlijk niet. Want. Wacht, hè. Ik heb eens iets gezien dat deze iets doen. Bijvoorbeeld als ik nu met deze LTS-fan ga. Oh! Oh, doet eigenlijk niet veel. Oké, misschien doen die vehicle thrusters iets. En dan met die te samen. Oh!
Ja, dat doet wel iets, dat doet wel iets, dat doet wel iets. Oké, oh wacht, dan moet ik opnieuw proberen met meer auto's. Met mijn lichtere auto bedoel ik. Hoppa. Dan nog een vehicle thruster. Oh shit, die kan niet meer sturen daarvan. Oh. Nee, nee. Oh. Oké, wat was Blue Tide zelf? Oh, hier met gewoon maar wat snelheid. Waar is die pijbom naartoe dan? Ah, hier. Ik kan nog iets proberen. Oh shit, ik kan mezelf nog killen. Bombarderen! En wat ik zo gewoon blijf doen. Oh wacht, ik heb een idee. Dit is echt geen goed idee eigenlijk. Wat als ik lava en een leafblower combineer? Dan moet ik wel lava hebben. En dan moet ik snel zijn en een leafblower pakken. Oh, dat doet gewoon de lava weg, serieus. Een plank. Ja, een plank. Kijk, ik zou niet weten waarom je dit in je spel zou willen hebben. Een touw, dat is echt cool. Een touw, dat is het beste wat ik ooit in mijn hele leven heb gezien. Oeps, het touw is kapot. En ga dan nu gewoon alles in de fik stoppen. Oké, dit is zo spannend. Hoe heb je dit met dit? Oké, dat werkt gewoon. Oh, dat draait. Nu niet meer. Hé, hey, maar dat gaat. Maar dit stopt dat het echt? Wajo, wacht. Spreken. Oh, alles is gestopt. Eerst zien wat hier binnen is. Shit! Oh, ik dacht even dat ik dood ging gaan. Als dat niet werkt. Dit is hier echt spannend. Maar wat als ik nu dit blijf doen met explosies aan? Op een of andere manier voelt het niet veilig. Oh. Ja, ja. Ik heb daklicht. Oh shit. Ah, mijn piano. Ik ga er eens op spelen. Auw. Kan ik niet? Ben normaal. Nee, hij werkt niet zo goed. Ik kan eens zien hoe het voelt om een piano op de kop te krijgen. Een redelijk raar gevoel eigenlijk. Ik denk dat er eentje in de fik staat, ja. Ik wil eens zien wat brand en een spraycan samen doet. Helemaal niks. Er komen nog altijd piano's. Dit gaat hier gewoon zo mooi blijven branden. Maar dat is dan ook het einde van de video. Dus als jullie de video leuk vonden, laat dan een duimpje omhoog. Dus tot de volgende keer. Bye bye.